Jonathan, kan ik even spreken? Oké. Waarom komt mijn moeder me niet ophalen? Ze komt altijd als ik in de problemen zit. Ah joh, steun op zo'n moederskindje. Noem mij geen moederskindje! Ik heb alleen een hele weg te maken met mijn moeder. Mag dat soms niet? Ga nou zitten. Nee, dat maakt zelf wel uit. Je gaat nu zitten als ik dat zeg. Oké, jij je zin. Oh, ik krijg alweer een melding. Moet bereikbaar zijn voor andere mensen. Oké, dag Wout. Wat heb ik ermee te maken? Ik heb helemaal niks gedaan. Wat een klojo. Ik wou dat mijn moeder er al was, want dan kon ik weg uit het Woutenhol. Echt waar, ik ben het zat hier. En bovendien is het ook nog heel warm. Het is heet. Ben ik weer. Jammer. Ik heb een nieuwe info gevonden. Over de zaak. Hoe kom je nou weer aan info? Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb een mobieltje gevonden naast de vijver. Is die van jou? Nee, natuurlijk niet. Wat moet ik ermee te maken hebben? Jawel, dat is wel jouw mobiel. Want we hebben de gegevens gecheckt en die komen overeen met jouw gegevens. Oh? Wel een beetje beter mikken voor een keer, want hij lag naast de vijver. Nou, wat heeft dat nou weer te maken met... Wat heeft een mobiel te maken met de mishandeling van Elke? We hebben de telefoonberichten gekeken en jij hebt naar je vrienden bericht dat je Elke wou mishandelen. Dat heb ik helemaal niet gedaan, dat heb ik zelf niet eens geschreven. Nou, ik zie je zo alweer. Er is alweer een nieuwe melding. Oké. Ik heb helemaal niets gedaan. Wat snapt hij helemaal niet? Eigenlijk heb ik het wel gedaan. Maar ja, hoe verberg ik dit nou weer voor hem? Hoe langer het duurt dat moeder is, hoe langer ik het moet verbergen. Dit wordt nog een lastige zaak, denk ik. Ik doe mijn best. We hebben besloten je in de cel te zetten. Ik heb er geen zin meer om met je te praten. Je negeert ons alleen maar. Staan. Nee, dat wil ik niet! Hé! Hey!